Het wordt de hoogste tijd dat burgemeester Rob van Gijzel tekst en uitleg geeft over het nieuwe asielzoekerscentrum. Vorige week werd bekendgemaakt dat er maximaal 700 vluchtelingen naar de orangerie in Bliksebos zullen komen. En dat zorgt voor spanning in de wijk. Naast het pand ligt een woonwagenkamp en die bewoners beloven morgen aanwezig te zijn bij de bijeenkomst. Ja, maar zeker toen komen er wat meer, denk ik. Dan komen van alle kampen komen ze dan naartoe dadelijk. We kijken wel hoe het afloopt. Dan kijken we het wel. Maar daar gesprekken willen wij wel eens met de burgemeester zelf hebben. Ook betrokken buurtbewoners zullen aanwezig zijn. Gaat u er naartoe naar de informatieavond? Het is wel de planning. Ja, het is wel de bedoeling. Ja, ja, daar wil ik zeker wel even naartoe gaan. Toch kijken wat er nou helemaal de bedoeling is. Sinds de plannen voor het asielzoekerscentrum vorige week bekend werden gemaakt, heerst er onrust in de wijk. Spandoeken werden opgehangen, vernield en opnieuw weer opgehangen. De kwestie verdeelt de buurt. Het kan ook ons overkomen. En hoe fantastisch zou het zijn als we in een ander land ook welkom zouden zijn. Ja, ik ben er niet zo blij mee eigenlijk. Het wordt hier daar toch een stuk drukker en misschien wel onveiliger. Ik weet natuurlijk niet alle achtergronden van die mensen. Maar meestal degenen die daar helemaal uit de hand laten lopen zijn als eerste hier. Dus ik ben er niet zo blij mee. Dat betekent natuurlijk best wel dat er veel gaat veranderen hier in de omgeving. Maar toen ik wat verder na ging denken, dacht ik van ja, die mensen komen waarschijnlijk uit gebieden waar het gewoon echt zoveel slechter is dan hier. Dat ik eigenlijk vind dat ze hier gewoon een goede plek nodig hebben om weer te kunnen herstellen van alles wat ze meegemaakt hebben. Want die kinderen van ons moeten met de fiets naar school en dan moeten er ook langs fietsen. Hoe willen ze dat versieren wanneer die kinderen veilig op school komen? Wij hebben altijd alles openstaan. Bij ons gaan ze gewoon binnen en buiten lopen. Dat is bij ons het ding is. Want de plaatsen ook, die zijn nooit op slot. Nou, ze kunnen gewoon in en uit lopen, zeg maar. Maar dat kan toch niet meer vertrouwen dadelijk niet. De bijeenkomst is morgen om 1 uur in de Orangerie. Hoe die verlopen is, ziet u maandag bij ons op Studio 040.